2030, je souhaite que le droit à une éducation de qualité soit un acquis pour tous, afin que tous les jeunes de cette planète puissent pleinement développer tous leurs talents. Super dat er een plan ligt, maar er moet ook boter bij de vis. En dat betekent minstens 0,7% van onze welvaart voor ontwikkelingssamenwerking. Ik wens dat iedereen op deze wereld tegen 2030 kan genieten van gezonde en duurzame voeding. En dat die ook eerlijk verhandeld wordt, zodat de boeren ook mee kunnen genieten. In 2030 hopen we dat beleidsmakers en andere verantwoordelijken meer rekening houden met kinderrechten en de realisatie ervan als iets vanzelfsprekend beschouwen. Wij dromen van een wereld zonder oorlog, zonder geweld, waarin vrouwen en mannen gelijke rechten krijgen en gelijke kansen, waar er geen plaats is voor armoede of uitbuiting en waar we met respect omgaan met onze natuurlijke bronnen. En 2030, je rêve d'un monde sans extrême pauvreté. Un monde où chaque citoyen peut vivre dignement partout sur la planète. Ik hoop dat al het eten dat we kopen goed is voor de planeet, goed voor de boeren en goed voor ons. Kortom, dat duurzame voeding de gewoonste zaak van de wereld is. In 2030 hoop ik te leven in een wereld waarin de groeiende ongelijkheid wordt stopgezet door te investeren in waardig werk en een eerlijk loon voor zowel vrouw als man. Kinderen dromen van een wereld waarin het fijn is om te leren. Nu, maar ook in 2030. Onze wens is hen te leren dat ze die dromen niet alleen moeten hebben, maar ook kunnen gebruiken om zelf na te denken over de wereld waarin ze wonen. Nu, maar ook in 2030. Il faut changer les règles injustes du commerce international. Il faut prendre en compte le coût social et le coût environnemental des producteurs. Seulement ainsi, nous pourrons atteindre un monde plus juste où le développement est accessible à tous et partagé par tous. De traditionele ingrediënten voor verandering zijn platgekookt. Jongeren stellen nieuwe en verrassende recepten voor. Daarom zouden wij graag in 2030 zien dat deze hier en elders in de wereld worden meegenomen. Voor onze generatie, voor de jongeren, is het natuurlijk superbelangrijk dat duurzame ontwikkeling echt een realiteit wordt. En daarvoor is het belangrijk dat iedereen aan boord is en dat duurzame keuzes voor iedereen een evidentie worden. Ik zou graag willen dat tegen 2030 meisjes en vrouwen overal ter wereld ten volle hun potentieel kunnen benutten. 2030 wens ik iedereen waardig werk toe. Ik droom om 2030 in een wereld te leven die duurzaam is, zonder ongelijkheid, waar voldoende voedsel is en gezonde voedsel voor iedereen. En waar respect is voor mensenrechten en voor milieu, voor natuur, voor mijn kinderen en voor iedereen. Voor 2030, je souhaite un monde dans lequel toutes les générations ont la possibilité de s'épanouir, d'accéder à l'éducation et à des soins de santé de qualité, mais aussi dans lequel la pauvreté et le sans-abrisme font partie du passé. Jaarlijks sterven er meer dan 800.000 mensen door gebrek aan drinkwater en goede sanitaire voorziening. Daarom eisen wij dat tegen 2030 iedereen kan beschikken over drinkwater en goed basiszaken. Een wereld waarin niemand achterblijft in 2030 is een wereld waar er waardig werk is voor iedereen. Wereldsolidariteit, ACV en de Christelijke Mutualiteit gaan ervoor. Goede jobs voor iedereen, waar ieders arbeidsrechten gerespecteerd worden, hun stem gehoord en verdedigd wordt in sociale dialoog en iedereen, ook vrouwen en jongeren, toegang hebben tot sociale.